Hoi, zoals beloofd ga ik in deze video het hebben over de SOM-productmethode. Hij wordt in de volksmond ook wel de product-SOM-methode genoemd, maar dat vind ik een beetje ongelukkig. Ik noem hem liever de SOM-productmethode en ik zal je zo ook laten zien waarom. Bij de SOM-productmethode proberen we het volgende. Laat ik eerst even een SOM opschrijven. Laat ik zeggen dat we de SOM hebben x kwadraat min 6 keer x min 7 is 0. En wat ik nu wil is op zoek gaan naar twee getallen. En wel zodanig dat de som van de getallen, is min 6. En het product van de getallen, is min 7. En de makkelijke manier om zulke getallen te vinden is om te kijken wat nou delers zijn van min 7. Hoe kan ik nou aan min 7 komen? Nou, 7 dat kan ik eigenlijk alleen maar delen door zichzelf en door 1, dus dat is vrij makkelijk. Dus ik heb eigenlijk maar twee manieren om aan te komen. Ik heb min 1 keer min 7. Plus 7 is min 7. En ik heb plus 1 keer min 7 is min 7. En nu ik de twee eigen soorten van producten heb gezet, ga ik kijken of ik hier ook het mooie sommen bij kan denken. Nou, min 1 plus 7, min 1 plus 7, dat is 6. En plus 1 min 7, plus 1 min 7 is min 6. En op deze manier heb ik nu kunnen vinden dat als ik kies plus 1 en min 7, plus 1 en min 7, dat mijn antwoorden kloppen. Want ik heb het product is min 7, en de som van de getallen is min 6. En wat is nu het fijne dat we dit hebben gevonden, is dat we, doordat we deze getallen hebben gevonden, kunnen we de som ontbinden in factoren. Wat we nu mogen zeggen is dat dit te herschrijven is als x plus 1 keer x min 6. En dat is gelijk aan 0. Dus doordat we dit stukje hebben gedaan en we de goede getallen hebben kunnen vinden, mogen we na ontbinden in factoren. En wat het fijne is van deze som, is dat we nu dit vrij makkelijk kunnen oplossen. Dit is een trucje wat we al bij de eerdere sommen hebben gedaan, toen we nog maar te maken hebben met twee termen, is dat we die termen heel makkelijk kunnen oplossen. Dus die factoren. Want dit stukje kunnen we oplossen, want als dit 0 is, dan maakt niet meer uit wat hier is, dan krijg je het antwoord dat klopt. Nou, voor deze kan ik zeggen, als ik hier nou min 1 invul, dan krijg ik min 1 plus 1 is 0, keer, maakt niet uit welk getal, is 0. Dus ik kan zeggen hier, x is min 1. Nou, tegelijkertijd manier kan ik dit ook oplossen. Ik moet voor x hier 6 invullen om het geheel tot 0 te krijgen, oftewel 6 min 6 wordt dan 0. Dus ook bij x is 6 krijg ik een goed antwoord. En zo zijn we klaar. En wat ik hier hopelijk heb laten zien, is dat je vrij snel al het antwoord hebt gevonden. Veel sneller dan wanneer je dat zou doen met de ABC-formule. Want je zou dit kunnen oplossen met de ABC-formule, maar dan kost het wel wat meer tijd. Nou, laat ik nog een som pakken om het te oefenen. En de volgende som die ik pak is x kwadraat plus 5x is min 6. Nou, allereerst moeten we hem gelijkstellen aan 0. Dus we krijgen x kwadraat plus 5x plus 6 is 0. En nu moeten we op zoek naar de som en het product. Nou, laten we de som maar even pakken. Het product. En wat ik dan doe is eerst op zoek gaan naar welke producten ik heb voor 6. Nou, ik ken 1 keer 6 en ik ken 2 keer 3.
En ik ken 3 keer 2. En ik ken 6 keer 1. En op dezelfde manier kan ik dat ook doen met negatieve getallen. Ik kan zeggen min 1 keer min 6 is 6. En dit kan ik ook met min 2 keer min 3. Min 3 keer min 2. En min 6 keer min 1. En dat zijn eigenlijk alle varianten die ik zou kunnen gebruiken. En van deze kan ik dus ook de sommen gaan uitrekenen. 1 en 6 bij elkaar opgeteld, dat komt dan 7. 2 en 3 bij elkaar opgeteld is 5. Nou, hetzelfde geldt voor 3 en 2. En 6 en 1 is 7. En als ik deze nou zou optellen, dan krijg ik nog een keertje min 7. Deze optellen krijg ik min 5. Deze optellen krijg ik ook min 5. En deze optellen krijg ik min 7. Nou, als ik dan op zoek ga naar plekken waarbij de som 5 moet zijn. De som moet 5 zijn. En het product moet 6 zijn. Dan vind ik eigenlijk hier mijn succes. Nou, ik mag dus kiezen welke pak. Nou, dat is een beetje om het even. Dus eigenlijk de volgorde waar je dingen opschrijft. Nou, dit kun je dus ontleden naar de factoren, ontbindende factoren. X plus 2 x plus 3 is 0. En dit kunnen we dan vrij makkelijk weer oplossen. Want we kunnen hier zeggen, als we voor x min 2 invullen, dan wordt het geheel 0. Oftewel, bij x is min 2, klopt de som. En als we hier min 3 invullen, klopt de som ook, want dan wordt dit geheel 0. En dan wordt de uitkomst ook 0. Dus voor x is min 3. En op die manier hebben we weer de oplossing gevonden. Nu, als je daar zelf met deze methode wil werken, dan hoef je dit niet helemaal uit te schrijven. Dit mag je, als je dat kunt, ook uit je hoofd. Of je kunt in ieder geval op een kladblaadje het opschrijven. Het hoeft niet per se helemaal uitgebreid. Op het moment dat je deze regel hebt, en je hebt de som en de product gevonden van de getallen, dan mag je op het proefwerkpapier meteen dit zo opschrijven. Nou, laten we nog één som proberen. En de som die ik nu wil proberen is, even denken, x kwadraat min 7x plus 12 is 0. En opnieuw ga ik dus kijken naar welke getallen ik kan pakken om tot het product 12 te komen. En wat dat dan als som geeft. Dus ik ga eerst kijken naar mijn product. Het moet 12 zijn. Met de bijbehorende som van min 7. Nou, omdat ik al zie dat ik hier een negatief getal moet krijgen. En dat dit een positief getal krijgt. Weet ik al een deel over hoe ik dit naar deze kan zoeken. Want als ik... we weten dat min keer min is plus. En we weten dat plus keer plus is plus. Maar ik weet dat mijn som sowieso een negatief getal moet zijn. Dus ik hoef eigenlijk niet naar deze te kijken. Deze hoef ik niet te bekijken. Ik hoef alleen naar die bovenste te kijken. Dus alleen die vind ik interessant. Dus ik ga, als ik de delers zoek, ga ik alleen op zoek naar negatieve delers. Nou, dat gaat op zich dat makkelijk. Ik kan 12 delen door 1, dus ik krijg min 12 keer min 1. Ik kan 12 delen door 2, dan krijg ik min 6 keer min 2. Ik kan 12 delen door 4, of door 3 doen, delen door 3, dan krijg ik min 3. En min 4. En op hetzelfde kan ik doorwerken. Maar dan krijg ik een beetje hetzelfde. Dan krijg ik min 4 keer min 3. En min 2 keer min 6. En min 1 keer min 12. Nou, hier kan ik ook weer de sommen bij vinden. Min 13 en min 1 geeft
min 12 en min 1 geven min 13. Min 6 en min 2 geven min 8. Min 3 en min 4 geven min 7. En om hetzelfde geldt deze ook min 7. Geeft deze min 8. En geeft deze min 13. Dus heb ik nu weer de goede opties gevonden. Deze voldoen. Deze voldoen. En die kan ik dan weer uitschrijven. Hier. Oftewel, ik krijg nu de factoren x min 4 en x min 3 is 0. En zo kunnen we het oplossen dat bij x is 4 hebben we een oplossing. En bij x is 3 hebben we een oplossing. Dadelijk in de volgende video's ga ik wat dingen oefenen. En zullen we ook merken dat het wellicht de moeite loont om eerst te kijken of en te onderzoeken of de somproductenmethode werkt. En als het niet werkt, dan kunnen we vrij snel weer overschakelen naar de ABC-formule. Dus in de volgende video redelijk wat oefeningen. Tot dan!